Hallo, goedemorgen. Of, nou ja, het is eigenlijk al middag. Ik heb de hele ochtend gewerkt aan mijn boek. En ik ga nu lekker een nasje. Een nasje. Een restje nasi eten. Een nasje resi. Een nasje. Nou, zeg ik het weer! Een restje nasi. Weet jullie nog dat Max de hele tijd op mij zit grapjes te maken dat ik alleen maar in mijn grijze joggingsbroek loop? Nou, kijk even mee. Oh, ik heb ook gewoon een grijze joggingbroek. En ik zie nu dat. Ik zie nu, dat wist ik al maanden. Ik heb helemaal vet en eten en dat soort shit en gemorst. Vies. En dit is ook al echt een eeuwenoud shirt. En helemaal onder de vlekken. Ik heb geen vlekken. Ik niet. Ik wel. Je mag nooit, nooit meer wat over mijn joggingbroek zeggen. Dat maak ik wel. Maar deze broek inderdaad, die moet even op 200 graden gewassen worden of zo. Ja, of 800. In lava. Ja. Nou, sorry, al het eten op aarde is op, want Max heeft het allemaal voor gebruikt en op mijn bord gegooid. Holy moly, vet veel eten. Dit is wel veel geworden inderdaad. Is dit rauwe broccoli? Nee, toch? Oh, het ziet er zo groen uit. Het is een sushi bowl. Chopstick. Eet smakelijk. Sexy. Zo, het is 9 uur denk ik, ja. Ik ga weer een The Work doen, samen met jullie. Omdat daar de vorige keer echt zoveel op is gereageerd door jullie. En zoveel mega warme, lieve reacties. Ik had dat echt niet verwacht. Het was ook niet dat ik eruit op was om validation. Ja, ik was niet uit op complimentjes of zo. Want dat was echt. Ik deed dit voor mezelf. Die dus. Maar niet. Wacht, ik ga eerst uitleggen waarom. Wat ik deed in de vorige video was dus een manier laten zien hoe je kunt omgaan met je gedachten. En ik ging om met de gedachten, mijn kijkers vinden mij niet meer leuk. Daar heb ik die methode op toegepast. En dat deed ik gewoon voor mezelf, omdat ik daar beter om mee wilde gaan met die gedachten. Maar het resulteerde dus in allemaal vet lieve berichtjes van jullie. En ja, hij heeft echt mijn dag gemaakt. Maar goed, heel veel mensen vonden die methode heel interessant en wilden daar meer van weten. En ook vooral het tweede deel van de manier, die ik dus niet heb laten zien. Voor de mensen die video dus hebben gemist, het gaat om The Work van Byron Katie. En je kunt zelf deze werkformulieren, werkbladen heet het denk ik? Ja, werkbladen. Kun je zelf downloaden. Volgens mij, even kijken hoor. Thework.com Netherlands is het gewoon te vinden. Waar je mee begint is het werkblad oordeel over je naaste. Dat is deze. En die kan je dus helpen de situatie of de gedachte die jou dus belemmert. Of waar je over piekert of waar je mee zit. Om die helder te krijgen. Ik ga die voor nu even overslaan, want ik heb al een gedachte in mijn hoofd. Dus ik ga daar gewoon gelijk de work op doen. En ik ga die 4 vragen doen, net zoals vorige keer. Alleen dan zonder al die tussenvragen. Dus gewoon even hop, 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 hop. En dan dat tweede deel. Dus, schrijven jullie even mee jongens. Want dit wordt leuk. Oké, de gedachte die ik ga nemen is denk ik... Ja, ik wilde iets doen wat heel herkenbaar is voor jullie. Maar wat waar ik ook heel vaak nog steeds helaas mee te maken heb. Is dat je soms, als je bijvoorbeeld nieuwe mensen leert kennen. Of kan ook bij mensen zijn die je al kent. Dat je soms gewoon bang bent dat mensen je niet leuk vinden of je niet aardig. Of dat je gewoon daarover twijfelt. Dat je denkt van, oh, heb ik iets verkeerd gedaan misschien? Of, ja, ik weet niet. Ik denk gewoon dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is. Dus ik heb nu iemand in mijn hoofd, maar ik ga dat niet openlijk vertellen wie dat is. Dus we noemen er gewoon even... Wat is een leuke naam? Linda. Hey Linda! Ja, Linda. We nemen Linda. En de gedachte die ik dan ga gebruiken is... Linda vindt mij niet aardig. Ja. Linda vindt mij niet leuk. Ja, dat is een goeie, denk ik. Linda vindt mij niet leuk. Toch? Dat heb je vast wel eens. Dat je denkt, iemand... Dat je twijfelt, iemand vindt mij niet leuk. En dat je daar dan heel veel over kan piekeren. En dat je onzekerder van wordt. En dat je... Ja... Ik denk dat dit een goede is. Gaan we gewoon gelijk naar de 4 vragen. De eerste vraag. Is het waar? Linda vindt mij niet leuk. Is dat waar?
ja, dat voel ik nu heel erg wel. Dus ja, dat voelt nu alsof dat waar is. Dat was de eerste vraag. Tweede vraag. Kun je absoluut zeker weten dat het waar is? Kun je absoluut zeker weten dat het waar is dat Linda mij niet leuk vindt? Nee, ik weet dat niet zeker of Linda mij niet leuk vindt, want... ja. Ik ben Linda niet. Dat kan alleen Linda zelf weten of zij mij niet leuk vindt. Dus, nee. Hoe reageer je? Wat gebeurt er wanneer je die gedachte gelooft? Dus als ik geloof, Linda vindt mij niet leuk, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan word ik daar onzeker van. Ga ik misschien overcompenseren? Misschien me nog leuker voordoen dan dat ik ben? Of misschien nog wel meer grapjes maken? Ga ik piekeren? Wat gebeurt er? Hoe reageer je? Twijfelen over alles. Wat ik kan doen om begrip om de situatie te krijgen. Wat ik kan doen om weer zeker te weten dat ze me wel leuk vindt. Wat gebeurt er? Dan voel ik me ook gewoon niet meer in controle. Je wordt gewoon een marionet van mezelf. Nou, vierde vraag. Wie zou je zijn zonder de gedachte? Zonder de gedachte, Linda vindt mij niet leuk. Wie zou ik zijn zonder die gedachte? Dit is altijd heel powerful, want ik voel dan ook altijd echt heel erg hoe dat eruit zou zien. Als ik niet meer kan denken, Linda vindt mij niet leuk, dan ben ik gewoon mezelf. Dan ben ik gewoon Marije. Dan ben ik zelfverzekerd. Ga ik niet twijfelen over wat ik zeg. Of doe. Ja, voel ik me in controle? Voel ik alsof ik dingen onder controle heb? Hoe reageer je dan? Hoe reageer ik als ik niet meer kan denken, Linda vindt mij niet meer leuk? Ja, dan reageer ik gewoon zoals ik zelf wil. Zoals mijn hart en mijn gevoel me ingeeft. Wat lukt dan wel? Dan lukt het gewoon om te vertrouwen op wie ik ben. En als mensen mij leuk vinden of aardig, dan vinden ze mij leuk of aardig. En als ze dat niet vinden, ja, dan niet. Liever dat mensen Marije aardig vindt... Wacht, dat is geen Nederlands. Liever dat mensen Marije aardig vinden zoals Marije is, dan een versie van Marije die alleen maar constant probeert het beste, het leuker te doen dan ze is. Toch? Dus als ik niet mezelf ben en constant mezelf het leuker probeer voor te doen, dan gaan mensen die versie misschien leuk vinden. En ja, waar gaat het dan nog over? Hoe voelt het? Dus als ik niet meer de gedachte kan hebben, Linda vindt mij niet leuk, ja, dan voelt dat gewoon heel rustig ook. Oh, dat brengt rust. Ja, heel veel rust. Als ik dat niet meer kan denken, ja, dan ga ik gewoon echt uit van mijn eigen kracht. Ben ik gewoon wie ik ben en is Linda gewoon wie zij is. En als we dan allebei onszelf zijn, dan kun je pas echt achterkomen of je elkaar ook aardig vindt. En of dat genoeg is of daar een vriendschap uitkomt of weet ik veel wat. Nou, dat was vraag 4. Dit heeft me al heel veel inzicht gegeven. Ja, het was gewoon weer even een fijne reminder. Ik bedoel, het is geen rocket science of zo, maar het is wel weer een fijne manier om weer even te bedenken. Oh ja, dat piekeren slaat echt helemaal nergens op. Oké, komt nu het tweede deel. Oké. Het tweede deel is om de gedachte om te keren. En dat kun je op verschillende manieren doen. Dus naar jezelf. Dan zou die worden, in plaats van Linda vindt mij niet leuk, ik vind mij niet leuk. En wat je daarmee doet, is dus ik vind mij niet leuk, is voorbeelden bedenken van hoe dat ook waar zou kunnen zijn. Ik vind mij niet leuk, hoe is dat waar? Nou, omdat ik dus blijkbaar mezelf wil veranderen om leuker gevonden te worden door andere mensen. Ik moet gewoon mezelf leuk vinden. Ja, ik vind mij niet leuk. Dat blijkt eruit omdat ik me ga veranderen voor iemand. Dus ja, dat is ook waar. Ik vind mij niet leuk in deze situatie. De tweede manier hoe je de gedachte kunt omkeren is naar de ander. Dus ik vind Linda niet leuk. Ja, dat kan ook wel waar zijn. Want Linda doet vast ook wel eens dingen die ik niet leuk vind. Of dat ik denk, nou, ik zou dat niet zo doen. Of weet ik veel wat. Dus ja, het is ook af en toe waar dat ik Linda niet leuk vind. Dat mag er gewoon zijn.
Je hoeft niet alles leuk van elkaar te vinden. En verschil mag er zijn. En meningen mogen er zijn. Dan kun je nog steeds vriendschap hebben. Want je hoeft niet overal hetzelfde in te zijn. Dus dat is ook waar. En dan de derde manier hoe je de gedachte kunt omkeren is naar het tegenovergestelde. Linda vindt mij niet leuk. Linda vindt mij wel leuk. Linda vindt mij wel leuk. Hoe is dat waar? Linda vindt mij wel leuk. Hoe is dat waar? Nou, omdat Linda met mij om wil gaan. En omdat Linda... wacht, vindt mij... Hoe is dat waar? Omdat Linda met mij af wil spreken. En omdat Linda geïnteresseerd in mij is. En omdat ze op zoveel andere momenten heeft laten zien dat ze bevriend wil zijn. Ja. Weet je, nu ik dit ook zeg allemaal, voelt het zo dom om deze gedachten te hebben. En toch trap ik er regelmatig in. En ik weet zeker jullie ook wel eens. Vast niet iedereen, maar goed. Ik vind dit gewoon zo... Het is zo simpel een methode, maar het is zo... Maakt het zo duidelijk allemaal. Want ja, als Linda vindt mij niet leuk, dat is misschien soms waar. Of dat denk ik in ieder geval. Maar dat is dus... Nou ja, dat kan ik niet weten nogmaals. Ik vind mij niet leuk. Ja, dat is ook soms waar. Ik vind Linda niet leuk. Dat is ook soms waar. Linda vindt mij wel leuk. Ja, dat is ook soms waar. Dus waar ben ik nou mee bezig om constant te focussen op dat ze me niet leuk vindt? Waarom neemt dat 90% van mijn hersencapaciteit in beslag? Fucking bullshit. Je kunt je afvragen, waar heb je meer aan? Welke van die vier gedachten die het nu zijn, heb je het meest aan? Nou, ik heb het meest aan dat Linda mij wel leuk vindt. Dus waarom ga ik daar nog niet in geloven? Mic drop moment. Als je meer wil weten over deze methode, dan kun je op thework.com Nederland, volgens mij, kun je dus het kleine boekje vinden. En dat is een PDF-document met een introductie over deze methode. En gewoon wat basisinformatie eigenlijk, hoe dit concept werkt. En ja, ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen. Ik heb hier zoveel aan gehad toen ik heel veel last had van burn-out gerelateerde klachten. En ja, zoals je ziet, ik heb er gewoon nog steeds heel veel aan. Iedere keer als ik gewoon een gedachte heb die mij stress oplevert of waar ik mee over zit te piekeren, doe ik dit. En ik voel me gewoon gelijk zoveel vrijer en losser. En ik kom gewoon weer meer tot mezelf en ik ga weer meer mijn leven leiden vanuit mezelf. En wat ik wil en wat belangrijk voor mij is. Dus ja, ik hoop gewoon dat heel veel meer mensen dit gaan doen. Want dan wordt het leven echt een stuk makkelijker. Ja, durf dat wel te zeggen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat het me vooral weten. En ja, we kunnen er best een gezellig wekelijks ding van maken hoor. Dat ik weer met mijn stomme gedachten kom. En dat jullie weer meeschrijven. En dat we samen zo een therapie-sessie hebben wekelijks. Wow, dat is echt een nieuw YouTube-concept. In plaats van samen breien of samen koken, gaan we gewoon samen therapie doen. Goed. Tijd om te gaan slapen zo, denk ik. Kijk, een veter doet het ook altijd geweldig als vermaak voor de kat. Nou, terwijl ik dit zeg, doen jullie geen reet. Maar kijk, ze zijn hier alle vijf verzameld, omdat ik met ze aan het spelen was. Ik denk dat ze inmiddels moe zijn, maar... Zo laat hij niet echt zien dat jullie er zin in hebben, hè, jongens. Nou, boter wel. Ja. Het is 10:30. Nee, 10:30 zelfs. What? En ik ga naar bed. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en